Goedendag. Ik kijk naar het weerjournaal van weerplaatsen.nl. De dag begon droog en met flinke zonnige perioden en de temperatuur liep daardoor aardig op, maar in de loop van de dag kwamen er steeds meer buien. We zien dat op de buienradar neerslag trok vorderwaarts de eilanden het land binnen en tegelijkertijd ontstonden er ook in het binnenland enkele buien. De eerst in Limburg en later in de middag ook boven de Veluwe zware buien en lokaal in Noord-Holland. Die buien die zorgden ook voor een forse daling van de temperatuur. De maxima van vandaag waren zo'n 17 tot 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. Maar zodra de buien kwamen, daalde het kwik in het noorden naar 13 naar 14 graden. Met het kille omstandigheden. Nou, de buien die raken we in de loop van de avond kwijt. Dat zien we ook in deze animatie. Vanavond en vannacht neerslag. Maar morgen overdag trekt dat allemaal langzaam weg. En dan wordt het geleidelijk weer op de meeste plaatsen droog. Vanavond dus wegtrekkende buien. De zon schijnt af en toe nog en temperaturen liggen dan zo rond de 14 tot 17 graden. Die buien kunnen lokaal nog best pittig zijn, dus hou de radar wel even in de gaten. Vannacht is het dan vrijwel overal droog. temperatuur daalt in de opklaarsgebieden tot rond 8 graden en er kan wat nevel ontstaan. In het noorden zijn er meer wolken, daar is het 10 à 12 graden. En morgen overdag hebben we dan heel aardig weer. Er staat niet al te veel wind uit het noorden. Die houdt de temperatuur wel op de meeste plaatsen onder de 20 graden, maar er zijn zonnige perioden en er dus valt slechts op een enkele plek een bui. Je moet echt pech hebben als je die bui tegenkomt. Op de meeste plaatsen blijft het morgen droog. Donderdag ziet het weerbeeld er nog wat beter uit. Opnieuw zeer lokaal kan er een bui ontstaan, maar doordat de wind naar het oosten draait, gaat de temperatuur omhoog. Donderdag wel temperaturen boven de 20 graden, veel plaatsen 22 graden, en in het zuiden misschien zelfs 23 graden. Vrijdag ook temperaturen rond 22 graden, maar dan neemt de kans op buien weer toe. En vooral zaterdag verwachten we veel buien, daarbij kan het misschien ook een enkele keer omweren. En als we dan nog even naar de temperatuur kijken voor de langere termijn, dan zien we dat er niet al te veel verandert. Die blijft voorlopig rond of iets boven de 20 graden uitkomen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.